Glory 93. Wat vonden daarvan mensen? Mooi, mooie avond gehad. Ja? Mooie partijen gezien. Ja? Ja. Goeie kaart was het. En ik ben, weet je, ik ben ook blij met de persconferentie. Want ten eerste, Michael Boapea en Bukemi. Ik vond het heel mooi hoe Michael Boapea. Why are you looking at me? Dat is mooi. Dit is, kijk, er is geen beef tussen hem en Bukemi. Nee. Het is entertainment. Ja. En voor alle opa's en oma's in de comments die zeggen, ja, dat is niet netjes voor de sport. Ze moeten beseffen dat het een entertainment is. Dus heel netjes van Michael Boapea. Ik vond het ook mooi Plazibat. Ik heb net gezegd dat hij terug is. Hoe hij praat met de microfoon. Altijd entertainment. En de kaart zelf vond ik was een hele leuke kaart. Mooie partijen. Ja. En we kunnen natuurlijk ook wat specifieker ingaan. Want er zijn dan wil ik je even snel onderbreken, toch? Even snel, want dan denk ik hier toevallig even aan. Is het ook niet een cultuur iets dat van te trash talken? Want als ik een beetje wat me opvalt, is dat in Nederland, Nederlandse vechters niet echt trash talken. Ze zijn niet gewoon niet van Amerikaan. Dat. Nee, niet zoals Amerikanen. En dan kijk je naar Kroatië toch en dan die Kroaten. Amerikanen zijn ook wel echt veel op de entertainment. Ja, maar dat is een en al acteerwerk geworden. Ik kan het uitleggen. Dat heeft alles te maken met cultuur. Kijk, ik ben opgegroeid in een andere cultuur, dus je kan die vergelijking maken. Nederland is een nuchter land. Mensen in Nederland zijn niet heel emotioneel. Ze zijn niet heel blij, ze zijn ook niet heel verdrietig. Nee. Ze hebben een basisniveau. Dat zijn de Nederlandse mensen. Kinderen worden opgevoed van, wees normaal. Als je te wild bent, ben je ADHD. Snap je? Dus je moet gewoon rustig blijven, netjes. Je moet niet te agressief, niet te aanwezig, niet te competitief dus zijn. Dus de trash talk zit er niet in. Dus nee, dus wat je moet zijn is normaal. Doe normaal. Dat hoor je heel vaak. Doe normaal. Ja. Hoe is het in Amerika? Letterlijk, ze rennen 200 mensen achter één persoon aan om op de foto met hem te staan. Het is altijd, alles wordt groter gemaakt dan extreem, wat het is. Ja. Het is heel extreem. Het is gewoon, de gemiddelde is 160 kilo. Zit thuis met een chips en schrijft comments onder de foto's en video's. Precies. Dus Amerika is het land van hype. Nederland is het land van. Het is ook niet voor niks dat WWE zo groot is in Amerika. Ja, hier zou het echt nooit floppen. Nee. Maar dan gaan we even rewinden. Terug naar Glory 93. Wat vonden we daarvan? De partij, laten we gewoon de eerste partij. Ik wil gewoon bij deze partij beginnen. Don Snow. El Hadj. Ja. Beroofd of niet? Nee, ik vind het niet. Nee? Kijk, sowieso, Don Snow is een jonge jongen. Hij is 23 pas. En je merkt heel erg dat hij ook nu in aanloop naar deze partij een beetje een soort van zijn persoonlijkheid probeert te ontwikkelen. En dan gaat hij dingen roepen, denk ik. Gaat hij om Hamisha roepen. Volgens mij heeft hij 6A-partij of zo. Maar het is een hele goede vechter, hoor. Maar dan, je ziet gewoon, hij zegt hij wat onhandige dingen. En dan gaat hij bij zo'n ster, dan gaat hij dan die kopstoot geven. En dan denk ik, ja. En dan vindt hij dat hij beroofd is. Ik vond hem dat hij de tweede ronde wel had moeten winnen. Dus die tweede ronde was wel echt voor hem, vond ik. En voor de rest, volgens mij in mijn beleving terecht verloren. Wat ik een beetje jammer vond, is dat hij heel veel bokste en dat hij heel weinig afronde met zijn benen. Ja. En ik zie dat wel vaker terug nu, ook bij andere partijen. Nou, hij is heel irritant om tegen te vechten. Hij gaat southpaw links voor, rechts voor. Ja. Hij is in your face de hele tijd. Hij blijft maar druk geven. Hij blijft druk geven. Ja. Ik vond dat die Aitel Hadj daar redelijk goed mee omging, omdat hij vanuit die counter wel een paar gewoon hele harde counterhoeken teruggaf. En hij is best open, Don Snow, als hij aanvalt. Dus dat vond ik, denk dat hij daarop ook heeft gewonnen. Af en toe een spinning backfist. Vind je dat ook, Melanie? Daarop heeft gewonnen. Ik heb die wedstrijd niet gekeken. Ik zat gisteren lekker op het strand. Dus ik heb de wedstrijden gekeken die ik een beetje interessant vond. Oké, dan gaan we direct door naar Theodor. Ja, ik heb de wedstrijd gekeken. Kijk, ten eerste, wat Don deed tijdens de face-off, tijdens de stare-down, mooi, vind ik mooi. Ja. Dat moet je blijven doen, zeker. Want dit is wat, daarom, kijk, op dit moment praten we over die face-off. Ja. Ja. Als hij op een lieve manier voor hem had gestaan, hadden we nooit hierover gepraat. Dus goed dat hij dat deed. De wedstrijd zelf, Aitel Hadj is zo explosief en alles wat jij zei, vooral die checkhoeken van Aitel Hadj waren brutaal. Ja. Maar ook wat Aitel Hadj deed, was hij bleef die linker midkick gooien. Mm. Maar het is zo krachtig explosief, die linker midkick. Dat, kijk, Don Snow vecht vooruit. Maar elke keer dat hij vooruit loopt, krijgt hij die trap. Dus hij moet hiermee bezig. Ja. Hij kan niet zijn handen los laten gaan, omdat hij bezig is met het blokkeren van die trappen. Ja. Maar het was alsnog te weinig. Allee, ik vond het te weinig. Dat hij zeg maar zo verbaasd was dat hij die partij niet had gekregen. Het is gewoon te weinig volgens mij. Dus we zijn aan het kickboksen. Hij was naar voren aan het lopen. Stoot, hoek, hoek. Ja, ik zeg je eerlijk, ik vond de eerste ronde vond ik net iets meer naar El Hadj gaan. De tweede ronde was voor tweede hem. Ronde was voor vond Don, ik, sowieso. Nou, ik vond gelijk. Nee, vond ik voor Don. En derde ronde vond ik Don vond ik gewoon echt domineren de laatste anderhalve minuut. Gewoon. Ja, hij was echt gewoon aan het bok. Je zag El Hadj was gewoon moe. Ja. Hij viel, hij kon op een gegeven moment niet meer. Hij kreeg te veel bodyshots. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dus ik persoonlijk
Ik vind dit wel een robbery. Nee, ik niet. Ik begrijp het. Kijk, robbery is het als het echt, als je het duidelijk kan zeggen van ja, deze persoon won. Kijk, ik vond het heel close. Ik vond wel dat Don Silvio succes had in met die lichaamstoten. Nee, het was unanimous. Ja. Kijk, Don had heel veel mooie momenten met zijn stoot op het lichaam. Hij was agressief, hij vocht tot de laatste seconde op een agressieve manier. Wat je zegt, links voor, rechts voor. Maar wel te weinig. Maar hij had wel actiever moeten zijn met zijn benen. Hij had beter moeten afronden met stoot en benen. Ik vond het heel close. Ik moet zeggen, ik vind het geen robbery. Als zij het aan Don hadden gegeven, was ik het ook mee eens. Maar ook in dit geval, ik vind het geen robbery. Ik vond het ook geen robbery, alleen het is wel... Het was unanimous, vind ik wel... Ja, vond dat vond ik wel overdreven, toch? Ja, nou, ik vond dat hij gewoon die tweede ronde had moeten krijgen. Dus, maar dan had hij in mijn optiek had nog verloren. En wat ze nu wel deden, ik weet even niet of dat daarvoor ook was. Ze lieten zien waar de jury op scoort. Ik weet niet of dat was vorige editie ook was op tv. Ze lieten dus zien van, hier kijken ze naar. En dan zie je waar ze op scoren. Maar ze scoren dus op mooie technieken. Dus je zag die El Hadji, die gooide een paar keer een spinning backfist. Of daar scoren ze op. En op damage ook. En als je dan gaat kijken, die aanvallen van Don waren vaak bij hem op zijn dekking. En hij gaf dan drie van die checkhoek of die rechtse of die linkse. En dan spinning back. En die waren dan wel raak. Ik denk dat hij daarom, als je gewoon puur daarna kijkt, dan snap ik wel gewoon dat ze hem aan hem hebben gegeven. Alleen unanimous gaat, dat snap ik niet. Nee, kom op, dan hebben we nee. absoluut niet dezelfde wedstrijd gekeken als je ook dat zou zeggen. Van, nee, sowieso. Chirich. Ja, Chirich, kijk, hij heeft zoveel kritiek gekregen. Hebben we een beetje de oude Chirich gekregen, een beetje de oude Chirich gezien? Hij heeft heel netjes gevochten. Ja, toch? Heel compact, ja. Goede hoofdbeweging. Die draaitrappen zeker. Fantastische, mooie draaitrappen. Ja. Maar wat ik wel leuk vond, kijk, Nikola Todorovic is 1,90 meter. Je ziet duidelijk hoe groot het verschil qua lengte is. Zeker. Todorovic heeft letterlijk geen gebruik gemaakt van zijn lengte. Ja. Hij in plaats, voren, maar, ja. dat is, maar kijk, er is niets mis met naar voren gaan. Alleen, je moet die stoten lang houden. Maar dat is een probleem van veel kickboxers. Zij kunnen, ook al zijn ze lang, kunnen ze geen gebruik maken van hun lengte. Van hun reach. En ik vond Robin heel strak in zijn dekking, mooie opstoten. Compleet. En wat ik mooi vond was, weet je, het was stoten trappen, ja. Dutch style kickboxing, netjes gevochten. En voor al die mensen die zeggen, Robin, dat hij niet eens een A-klasse vechter is. Nee, het is zo respectloos, het is een complete vechter, agressieve, stabiele vechter. Twee fantastische draaitrappen gisteren, dus dat was een hele leuke partij. Hij heeft heel goed gevochten, zeker. Wat vind jij het verschil, nu jullie een beetje in zo'n sportschool? Wat zie jij een beetje bij hem nu, ten opzichte, sinds dat hij bij Mike traint, ten opzichte van daarvoor? In de partijen zelf? In de partijen zelf, ja, ik merk wel dat hij iets completer wordt en iets meer durft. En dat komt misschien ook meer omdat hij nu bij Mike natuurlijk wat meer sparringpartners heeft, trainingspartners. Ja. Dus dan ga je ook iets meer doen. Je moet wel. Ja, de andere met wie die spart, die trekken hem natuurlijk ook mee. Van, ja, je trekt elkaar mee omhoog tijdens het trainen. Dus ik merk wel dat hij daar denk ik veel zijn... Ik vond die andere jongen wel goed hoor, die door de fiets. Vond ik niet slecht. Conditie. Ja. Heb je dat opgemerkt? Ja. In de derde ronde... Nee, maar Robin heeft hem in de derde echt gedomineerd. Ja, vond ik ook. Todorovic was moe. Ja. Zijn conditie viel weg van Todorovic. Maar dat heeft te maken ook, want kijk, ik ken Mike Passing niet persoonlijk of ik heb hem ontmoet. Maar ik bedoel, ik weet van Robin dat ze keihard trainen. Ja. Dat Mike hem echt motiveert om keihard te gaan. En Robin zijn conditie was echt fantastisch. Ja. Volgende gevecht. En dit vind ik een mooie. Vidales Trindade. Dit wil ik even zelf zeggen. Ik ben echt onder de indruk van Trindade. Zijn boxing skill, gewoon zijn hele Muay Thai stijl. Gewoon hoe hij die been heeft aangepakt. Mijn god man, het leek op kip dat de Mals werd geslagen. Hij is nou precies het voorbeeld wat ik bedoel. Ik roep het best wel vaak onderling. Ik vind dat ik zeg niet dat we allemaal terug moeten naar die oldschool Dutch kickboxing. Maar er wordt zoveel gebokst, weinig afgerot op die benen, weinig minder tactisch gevochten. En dit is nou echt een voorbeeld. Wegdraaien, counteren, blokken, counteren, trappen, stoten, trappen. Echt top man. Echt, en het hele gevecht weer voor me. Gewoon. En Vidales was nummer 1 gerankt. En als ik me niet vergis, was Trindade had volgens mij nog helemaal geen rank. Van Popoosje verloren. Ja, Popoosje verloren. Volgens mij was het wel Fight of the Year. Ja, maar hij had nog helemaal geen ranking. Gevecht. Dus nu ben ik wel benieuwd wat er met hem gaat gebeuren. Ja, hij wil voor patch gaan, zei hij. Dus, ja, maar dat zou echt een toppartij zijn hoor. Zeker. Jong, hij is 23 ook pas. Hè? Ja, hij is jong. Goed, hoor. Ik ben helemaal hyped op van hem. Goed.
hoe licht, kijk, hij is super licht op zijn voeten. Ja. Een hele mooie directe, de hele avond heeft hij geraakt met de rechter. Mooie low kicks. En wat ik ook leuk vind is, hij staat niet op, deze beperkte manier. Hij stapt in, hij stapt uit. Ja. Heel bewegelijk, licht op zijn voeten, explosief. Hoofdbeweging, onvoorspelbaar, fantastische vechter. Ja. Echt, zeker. Mooi gevecht. Vidal is ook mooi gevochten, maar ja, als je been zo is aangepakt, is het gewoon moeilijk om door te gaan. Weet je, je kan moeilijk vooruit lopen telkens. En net zoals dat er weinig low kick wordt, wordt er ook weinig geblokt. Dus je ziet als ze het wel doen, dan zie je het. Ik zie het zo vaak, joh. Als het wel iemand is die gewoon veel op die benen hakt, is het blok ook weinig. Ja, inderdaad. Het is ook weer zo. Soms kijk je gewoon, dan, waarom blok je? Je hebt al 6 gehad. Ja, je loopt mank en je nog steeds blok. Dus top, goede aanwezig. En we waren het er net even over. Ik weet niet precies wat ze nou met die featherweight divisie gaan doen. Want het is nu wel weer terug. Het was weg, nu weer terug. Maar ik denk, dit soort partijen zijn toch top, man. Dit is top van top kickboksen. Toch? Moet je gewoon houden. Maar Vidal is ook ter verdediging van Vidal. Vidal heeft ook een mooie partij gevonden. Ja, zeker. Hij werd niet gedomineerd. Hij heeft tot de laatste seconde echt netjes gevochten. Ja. Zeker. Ja. Hij is gewoon strijdend ten onder gegaan. Het was gewoon een mooi gevecht. Ik heb gewoon genoten van dat gevecht. Klopt. Echt waar. Zeker. Van begin tot eind. Typhoon Özkan en Amarush. Typhoon hield zich in. Hij heeft het ook zelf toegegeven. Hij had wat minuten nodig, wat ervaring. Hij heeft een tijdje niet gevochten. Alsnog een prachtige knockdown in de tweede ronde. En Typhoon, ik weet niet welke divisie juist voor hem zou zijn in verband met zijn gewicht. Mm-hmm. Maar wat mij opviel was, hij was scherp, maar niet zo scherp als wat hij was een paar jaren terug. Ja. Maar goed, dat komt wel, weet je. Ait El Hajj en Don Snow. Ait El Hajj came out what he's known for. Big power shots, good combat. Mijn voorspelling was dat Typhoon hem kapot zou maken puur met het boksen. Maar de tegenstander heeft ook goed netjes gevochten. Vooral heel actief met de benen. Ja. Maar mooie partij, Typhoon was scherp. Typhoon heeft zelf ook gezegd dat hij als ik het goed heb, dat hij op punten wou winnen. Gewoon om de mensen te laten zien wat hij nog kan, zeg maar. Hij wilde even rondjes maken. Het was 100ste partij, hè. Dus echt, maar mensen... Zo'n lange tijd eruit zijn geweest. Dan maar inderdaad, hij was je bent natuurlijk van hem die partij tegen Jiraiya en zo. Amarush did a good job trying to stay long, switching stances, but eventually that pressure of Özcan came in and boom! He got dropped at the end of that second round. Typhoon continued to show his experience, picking his shots, using his pressure, mixing his strikes. And uppercuts kept landing at will, 3, 4, 5. This beautiful combination work from the experienced 100 fight veteran in wat ik me dus afvraag. One judge scores the bout 29-27. Dus dit was catchweight, volgens mij 72,5 of 73 kilo. Ja, wat gaat hij doen dan? Gaat hij naar de welterweight? Gaat hij 77 of naar 70? Dat denk ik wel, maar dat wordt tegen Chico en tegen Dion. Dan denk ik, dat gaat wel lastig worden voor hem. Dat wordt echt... Wel interessant. Ja, zeker. Ja. Dat is wel wat we willen zien, toch? Ja. Maar als je kijkt naar die wedstrijd bijvoorbeeld, die tegenstander van hem was zo licht op zijn voeten, zo effectief met de knieën, met de trappen. Goede trap. Alleen op het boksgebied vond ik de tegenstander niet per se hoogniveau bokser. Maar wat mij opviel was dat Typhoon, hij was niet zo scherp als wat je zegt toen tegen Jiraiya. Ja. Maar je zag het ook in de derde ronde, op het moment dat Typhoon gaf hem 3-4 opstoten achter elkaar, we hebben dat net gezien op het scherm. Ja. Maar hij trok zich naar achteren, hij wilde het niet afmaken, hij wilde die minuten maken. Ja. En dit is de goede vraag, redt hij het in de welterweight divisie, want die divisie is vol van toptalent en vlees. Flaman Killers. Wel een aanwinst in ieder geval. Zeker, gekke aanwinst. Ja. Dan gaan we direct door naar de volgende. Boapea Bokimi, rematch. Want de eerste was te snel afgelopen natuurlijk. Boapea, of Bokimi zijn tanden eruit geslagen. Stop. En nu mogen ze, weet je toch? Hebben ze weer tegen elkaar gevochten. Waarschijnlijk mag de winnaar tegen Donovan. Allebei twee goede vechters. Ik vind dat Boapea echt beter is gaan vechten sinds die Donovan-wedstrijd. Alsof hij wakker is geworden. Ja, hij heeft gewoon qua stijl. Kijk, die stijl van Mike Polana. Ook als je kijkt naar Tariq, gewoon veel vooruit. Gewoon knokken. Echt wel wat mensen willen zien in de ring. Maar je gaat er uiteindelijk tegen de echte top van de top. De Verhoevers, de Wissers. Dan ga je daar dus uiteindelijk daarop eraf. Tegen die laatste championship rounds bijvoorbeeld. Ja. Dus nu, maar ook de vorige keer tegen Serkan zag hij het al zien hoor. Ja. Echt veel meer tactisch, veel meer trappen. Binnenkant loke ik, buitenkant loke ik. En nu ook weer, mooi voorbeeld weer. Hij was samen met Team Dader, zij gaven dus wel
die low kicks. Ja. Hetzelfde verhaal. Ja. Die Bokemba heeft ook niks geblokt. Nee, hij, heeft het goed gedaan. Ik vond hem iets minder goed dan tegen Serkan, moet ik wel zeggen. Misschien dacht ik ook naar de tegenstanders, maar ja, de meest logische stap is tegen Wisse weer, toch? Ja. Ja? En hoe denk je dat een deel 2 tegen Borpea Wisse zal gaan, Melanie? Nee, ik denk wel dat Wisse hem wint. Ja? Ja. Ik ben daar ook mee eens, man. Kijk, dit is geen belediging naar andere vechters, want kijk, ik ben wel van mening, als je kijkt naar de stijl van Wisse, hij berekent, hij is zo in, ja, zo'n hoge vecht-IQ ook. Soms word ik er gewoon boos van als ik ernaar kijk, gewoon, weet je, van waar komt het van? Alsof hij soms een beetje speelt met zijn tegenstanders en dan langzaam... Afbreken gewoon. Ja. Ja, maar kijk, ik denk die eerste partij, Michael Bopé heeft eigenlijk heel netjes gevochten, alleen hij is gewoon... Hij heeft alles gegeven in de eerste rondes. Hij werd gewoon moe. Maar nu de manier waarop hij vecht, hij vecht op een slimmere manier. Ja. Alleen, ik moet zeggen, gisteren was hij op een gegeven moment begon hij alweer als daalde Michael wat meer als een brawler te vechten. Iets meer te vechten in plaats van te kickboksen. Nou, kijk, hij heeft wel heel technisch gekickboksen, maar ik bedoel, kijk, je zag in de eerste ronde Michael vocht goed van afstand. Ja. Heel compact, netjes, technisch. Dat is zijn nieuwe stijl. Maar in de derde ronde, hij begon een beetje wat... Ja. Ze waren allebei in de pocket en ik vond, kijk, Bukimi had veel succes met die hoeken in de pocket. Ja. Maar wat je zegt, Bukimi heeft letterlijk geen enkele trap, gewoon geblokt. Ja. Alle low kicks van Bopé waren goed geplaatst op het been van Bukimi. Dus ik vind Bopé sowieso vooruit gegaan. Ik vind hem betere vechter dan wat hij was. Zeker. Hij kan nu ook van afstand vechten. Hij is strak in zijn dekking. Hij rondt alles af met de low kicks. Ik ben heel benieuwd naar een wedstrijd tussen hem en Wisse. En ik denk dat Bopé, nu dat hij volwassener is, hij gaat zich beter gaat vechten, hij gaat voorbereiden. Hij gaat zich niet uitgeput raken in de eerste rondes. Ja. Nee, dit wordt nu gewoon knallen, 5 rondes gewoon. Dit. Ja, maar hij gaat zich beter voorbereiden ook. Dus ja, zeker. Maar kijk, wie Bopé? Ja, je hebt gezien. Wisse weet nu ook dat hij is veranderd van qua stijl. Dus Wisse gaat al helemaal anders nu tegen. Hij gaat niet winnen van Wisse. Nooit. Als hij 10 keer vechten, gaat hij van de 10 keer wint hij misschien 1 keer op knockout met een. Maar zeg maar, als hij 10 keer tegen elkaar vechten, wint Wisse 9 keer. Dat denk ik wel. Ja, dat is gewoon echt nog even een leveltje hoger. Maar het wordt wel een leukere pot, denk ik. Maar zullen we het met z'n allen over eens zijn dat we weer lekker low kicks gaan trainen en blokken? En, ja, inderdaad. Net als Saïd altijd zegt, neem die benen nou eens mee. En dat is belangrijk, weet het. Patch versus Lat, helpt iemand me met die naam, toch? Aragachi! Wat vonden jullie ervan? Ja, dominante prestatie van Patch. Ja? Ontzettend fantastische knieën op het lichaam, op het hoofd. Ja. De linkertrap natuurlijk heel effectief. Patch was gewoon dominant, hij heeft de wedstrijd, hij dicteerde de wedstrijd, hij was in controle, hij overheerste. En het was eigenlijk, weet je, met die ervaring die hij heeft, je ziet ook glimlach op zijn gezicht. Hij is zo bekend met dit spel, hij weet alles. Hij weet dat hij gewoon domineert. Dus dominante prestatie van Patch. Ja, zoals altijd eigenlijk. Ja, altijd. Het is gewoon het gevecht wat je wil zien, toch? Wat hij gewoon altijd doet. Dus dat is het. Ja. Semeleer. Tegen Bestati. Ja. Melanie. Ik vond het wel een leuke partij om te zien. Ja? En ik had ook wel verwacht dat Tijani zou winnen. Ja? Ja. Ongeacht ik hoor heel veel mensen zeggen dat inderdaad. Ongeacht dat Tijani zwaarder ging vechten, wist ik gewoon dat het voor Semeleer te snel was. Vooral na die lastpartij tegen Chico. Ik snap dat je wilt weer meteen wat laten zien, maar ik had zoiets. Hij had eigenlijk zijn tijd ervoor moeten nemen. Na die knockout, neem even je tijd. Ga gewoon rustig sportspel in. Eén, misschien niet zo snel vechten. Ten tweede, of wel, maar niet meteen tegen een Tijani. Tijani is gewoon een hele slimme vechter. Nee. Hij heeft me echt verbaasd. Hij heeft mij dus verbaasd, nog Tijani. Ja, mij ook. Ik dacht van, hij is nog heel los op zijn voeten. Ik dacht echt van, hij gaat nu misschien wat minder. Maar ik echt, als je kijkt naar wat nou echt de top van de top is qua niveau, qua kickboksen, wat ik gisteren heb gezien. Tijani is, wat mij betreft, hoort echt bij die, echt in dat lijstje. Nee, zeker. Alleen Tijani niet normaal. Gewoon wel precies genoeg. Ja, maar hij is zo. Hij gebruikt. Kijk, ik vecht zelf ook nog en ik ben zelf ook lang. Het is echt moeilijk, man, om als je daar de hele tijd mee bezig bent, om op die afstand te vechten. Maar hij is zo. Hij doet dat zo goed en hij is zo hard en zo snel. Elke keer als je bij hem komt, bam, bam, stoot, trap. En gewoon het bewegen. Semeleer kan hem nauwelijks goed raken. Niet normaal. Die eerste ronde is echt niet normaal. En daarna werd hij iets meer moe. Maar ik zeg echt, petje af voor. Hij kon zijn reach niet vinden. Nee. Dat zie je wel bij Chico. Petje af voor Tijani. En daarom denk ik, Semeleer heeft nu wel een beetje laten zien dat hij gewoon echt moeite heeft met lange gasten. En waar ik je nu kan moeilijk zeggen tegen mensen, ja, wordt het kleiner. Ja, je begrijpt. Ja, dat je kan iedereen, hè? Kijk,
objectief gezien, er is geen enkele vechter op aarde die graag wil vechten tegen iemand die 10 centimeter langer is. Ja, maar misschien Mike Tyson of zo. Hij was de enige, maar ik bedoel... Kijk, en vooral in kickboksen kan je op deze manier vechten. Kijk, het is een groot nadeel als je zo korter bent. En ik had het voorspeld de weken voor de wedstrijd. De reach van Bestati, dat is wat het verschil gaat maken. Jullie hebben gezien, Semile had heel veel moeite met Nabiev. Ja. Jullie zagen tegen Chico. Het is ontzettend moeilijk als je tegen zo'n lange persoon moet vechten. En ook lange persoon die gebruik van zijn reach gebruikt. Ja, iemand die gebruik maakt van zijn reach. Want je hebt meerdere kickboxers die gewoon lang zijn, maar zich gewoon afsluiten. Ja, dat moet je nooit doen. Nee. Maar Tijani, ja, wat je zegt, het is ook niet makkelijk om je afstand zo goed te bewaren. Nee. Maar hij doet het perfect met zijn jab, met zijn voorwaartse trappen, met zijn voetenwerk. Ik had verwacht dat hij minder... Ik dacht, ja, toch wat kilo erbij. Wat ik begreep is dat hij ook helemaal niet zoveel kutte op 70 kilo. Dat hij eigenlijk 71 of zo, dat hij daar op rondliep. Wat je zou misschien verwachten, hij is heel lang, dus hij moet heel veel kutten voor dat terug. Maar dat schijnt ook niet zo te zijn. Dus ik dacht, nou, hij is best wel dan aangekomen nu. Zal ongetwijfeld vooral spier zijn. Maar ja, ik zag het eigenlijk bijna niet terug dat hij langzamer was of minder snel. Nee, hij was echt bewegelijk. Bij Tijani nu wel iets meer risico's gaat nemen. Ja. Om gewoon de wedstrijd wat interessanter te laten. En dat deed hij dat. Deed hij niet bij het Semelier, vond ik. Het Semelier kwam te veel vooruit. Precies om te winnen. Klaar, ja, maar dat is gewoon, ook. Ik heb het in de pocket. Ja, maar Semelier kwam wel goed terug. Maar wat ik bij Semelier, ik weet niet precies hoor. Maar als ik dus een beetje hem volg en zie waar hij traint. Hij traint best wel vaak volgens mij bij zijn trainer in Spanje. Gewoon alleen met die trainer, wat ik zie. Gewoon met z'n twee heel veel petsen. Ja. Maar ik zou zeggen, moet hij misschien, ik weet niet, misschien doet hij dat hoor. Dat is puur op basis van wat ik zie. Dat hij gewoon wat lange jongens laat invliegen ook op zijn trainingskamp. Dat hij gewoon veel meer sparren met lange jongens. Ik weet niet of hij, misschien doet hij dat hoor. Maar wat ik zie hem heel vaak met zijn trainer zelf. In zijn eentje zeg maar. Dan denk ik van, ja. Maar goed, dat is puur op basis van wat ik zie. Weet je, misschien moet Semileri jou bellen. Kunnen ze even met je sparren. No. Weet je, dat ga je misschien doen. Waar ik nu wel naar uitkijk. Bestaat hij tegen Kwasi? Ja. Dat wil ik zien. Ja. Wat denk jij wat het gaat worden? Jij gaat sowieso Kwasi zeggen. Kijk, sowieso. Eén, ik moet sowieso van mijn team zijn. Nee, ik moet er niet. Chico is eigenlijk zo wat mijn broertje. Ja. Dus ik ken hem al zo lang. Mike, alle twee. Ja, Chico is gewoon... Waar tegen Chico moet vechten, ben ik gewoon voor Chico. En ongeacht of ik hem nou de betere vechter vind of niet. Maar nu even... Ik denk dat het een hele interessante sowieso een wedstrijd zou kunnen worden. Ja. Puur omdat Tijani ook nog niet iemand heeft gehad zoals Chico. Chico is gewoon... Freak. Anders klaar. Freak of nature gewoon. Ja, dat is echt... Ik zie daar sparren dat mensen daar gewoon zoveel moeite mee hebben. En zoals hoe lang is hij? Hij is langer dan ik toch nog, volgens mij. Ik wil zelfs niet eens met hem sparren, want hij is gewoon heel vervelend. Ja, en hij gooit... iedereen zegt ook, zelfs de zwaargewichten, die zeggen ik wil vandaag niet met hem sparren. Maar hij is gewoon zo lastig en je weet ook niet wat er komt. Ja. Het is gewoon, hij doet niks zoals... Toch wel grappig, hè? Want mensen hebben ook kritiek op Mike. Tenminste, sommige mensen hebben kritiek op Mike. Dat hij zeg maar zijn stijl heel veel doordrukt. En dat sommige jongens dan heel overduidelijk zien dat ze bij Mike trainen. Veel links, rechts, jab, low kick. Maar dat Chico, die bewijst wel het tegendeel daarin. Want gewoon echt... Die gooit dingen dat je denkt maar van... Chico heeft ook echt een eigen stijl, zeg maar. Ja, heeft hij ook. Ja, ik ben natuurlijk al heel lang bij Mike. Ik zie zelf gewoon dat sommige jongens ook tijdens het sparren... hebben gewoon een eigen stijl. Ja, dat ook niet veranderen, natuurlijk. Nee. Maar Mike kijkt wel ernaar van... Een beetje dit en dat moet een beetje fine-tunen. Ja. Ja. Als jij eenmaal je eigen stijl hebt. Maar het is dus niet zo, het is ook niet zo dat hij... nu hebben we een insider. Dit hoor je natuurlijk wel, dat hij als zijn eigen... Weet je, dat veel vechters een beetje op dezelfde manier gaan vechten. Maar het is dus niet zo. Nee. Dat hij doet dat niet, hij stuurt dat niet op die manier aan. Dat hij, nee, want wij hebben nu natuurlijk ook Jurie Mes, die heeft natuurlijk ook de wedstrijd. Die heeft ook eigenlijk wel een eigen stijl. En die heeft ook een hele andere stijl, want als ik met Mike train, heeft Jurie een hele andere les. En het is gewoon, Jurie heeft echt wel iets meer zijn eigen stijl. Meer trappen, draaitrappen, knieën, gesprongen knieën. Waarbij Mike dan meer inderdaad het boksen afhouden met low kicks en dat soort dingen. En een trap. En dan merk ik wel van bepaalde dingen... liggen mij ook niet. Omdat ik gewoon weet van, dit is gewoon eenmaal mijn stijl. En na zo'n lange tijd ga ik dat niet meer kunnen veranderen. Nee, ik begrijp het. Tuurlijk kan je het altijd meenemen en kijken of het fijn voelt. Maar ik weet wat ik zelf fijn vind en prettig vind. En dat merk ik wel gewoon dat alle vechters dat hebben. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Chico is toch een perfecte voorbeeld. Dat hij dat gewoon op zijn eigen manier doet. Ik vind het zeker. Chico is Chico is op weg om naar een hele grote hype te worden. Ja. De manier hoe hij zijn ook de wedstrijden. Hij brengt het ook weer. Ja, de wedstrijden. Hij lacht de hele dag met zijn hoedje. En
ook de laatste tijd op social media is hij gewoon aan, weet je. Dus, hij heeft niet bij Infusion of zo gevochten, toch? Daarvoor, hij vocht toch een beetje in het buitenland altijd? Hij vocht veel in het buitenland, ja. Maar heeft hij verloren in Glory? Nee, toch? Nee, hij heeft alles gewonnen, toch? Ja, hij heeft alles gewonnen. Volgens mij 4 opnieuw in Glory. Ja, hij is nu een anderhalf jaar in Glory. Ja, hij is maart vorig jaar maakte hij zijn debuut tegen een Romeinse vechter, Stefan Orza. Toen heeft hij met TKO gewonnen. Daarna heeft hij gewonnen van Robin Ciric, heeft hij gewonnen van... Van, even kijken, wie had hij nog gewonnen? Ja. Natuurlijk van Semelier, maar daarvoor had hij gewonnen van Overmeer. Ja. Dus Orza, Robin, Overmeer en dan heeft hij Semelier gevolgd. Ja. Maar die wedstrijd, Semelier tegen... Ja. Tijani tegen Chico. Tijani tegen Chico is een fantastische partij. En voor de mensen die... Want ik hoor altijd over het gewichten. Kijk, Tijani is een grote man. Ik heb met hem gepraat 2 weken geleden. Het is een grote man. Hij heeft echt een goede frame. Ik heb me nooit zorgen gemaakt over zijn gewicht. Want hij heeft gewoon de lengte en de breedte. Dus. En in kickboksen, het gaat niet om... Niemand valt heel veel af. Kijk, in MMA bijvoorbeeld, als je omhoog gaat in gewicht... Dat is wel een enorme stap. Want iedereen moet 10 kilo afvallen. Maar hier in het kickboksen, ze vallen 3 kilo op. Dat ligt heel zo persoonlijk hoor. Want ik ken wel gasten die... zijn echt wel gasten die echt wel 7, 8 kilo kut hoor. Maar over het algemeen, kijk, Semelier bijvoorbeeld, die weegt 81 kilo, 82 max. Ja, ja. Dus het was niet echt een kwestie van gewicht, het was gewoon een kwestie van lengte. Ja. En van het goed gebruik van zijn reach. Maar ik vind ook sommige vechters maken geen gebruik van hun gewicht. Nee, dat is... Geven ze een stoot, het indraaien, het instappen, alles. Ze maken daar gewoon gebruik. Ja, maar daar heeft ook misschien, naar mijn mening heeft het ook te maken. Kijk, als je kickbokst, als jij volledig jouw lichaam indraait, dan komt er een trap als straf. Ja, maar als jij eenmaal stoten geeft, ben je gewoon, kan je stoten. Ja, maar nee, ik snap wat je bedoelt, maar wat ik bedoel is, kijk, je bent toch een kickboksen. Ik denk, in het boksen kan jij volledig investeren in jouw stoot. Maar in het kickboksen, omdat er altijd een gevaar is voor een lage trap of een midkick, je kan nooit volledig strekken. Je kan nooit volledig jouw lichaam erin zetten, puur omdat er een straf komt met een trap. Dus je kan niet volledig investeren met... Als hij wel weer een slappe jab geeft, kan diegene daar weer eroverheen rompelen. Als je een strakke, goede, harde jab geeft, gaat diegene even achteruit. Stapt diegene wel... Kijk, weet je wat we nu gaan doen? Laten we even doorgaan naar het onderwerp, want we hebben allemaal ook werk, weet je. Dus, maar ik wil de kijkers wel vragen, wat vonden jullie de beste partij van Glory 93? Laat het alsjeblieft weten in de comments. Wat vond je de slapste partij? Wat vond je de beste partij? En wie vind je opkomend komen in... bij kickboksen, bij Glory, wie wil je vaker zien? Zoals Mike of Miguel Trindade. Maar mensen, laat ons weten wat jij de beste vechter of vechtpartij vond van de avond.